Ik ben Petra van Dijk, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Stichtse Vecht. Ja, het is eigenlijk op mijn pad gekomen. Ik zie het dan ook eigenlijk als een soort cadeautje. Mijn vader is 15 jaar geleden overleden. Ik heb bij hem gesproken. Daarna ben ik benaderd door een wethouder in Breukelen met de vraag van: er komt een functie vrij van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Vind ik echt iets voor jou? Jullie hielden beide niet van stappen. Dat is eigenlijk niet te bedenken. In het dagelijks leven ben ik allereerst moeder van een mooie dochter en een hele mooie zoon. Daarnaast ben ik samen met mijn man zelfstandig ondernemer van een supermarkt. Ik ben dus buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. En uiteindelijk ben ik natuurlijk ook gewoon huisvrouw. Jullie trouwdag. Vaak een van de hoogtepunten in een mensenleven. Ik ben zelf ook een mensenmens. En dat vind ik eigenlijk wel het leukste, dat je zoveel verschillende mensen ontmoet. Jullie raakten in gesprek en hebben toen ook meteen telefoonnummers uitgewisseld. Het vertellen van het ontmoetingsverhaal, dat blijft altijd. Dat zijn gewoon hele mooie verhalen. Jullie mogen nu gaan staan. En toen ik bij jullie was, vroeg ik jullie: wat zou het mooi zijn als jullie eigen geloften naar elkaar uitspreken? Maar dan hebben ze die ringen om en dan zie je toch al een beetje zo'n zucht van verlicht. Van oh ja, dan kijken ze nog even naar elkaars handen en dan denk ik van ja, hier draait het om. Wat is liefde? Wat is houden van? Tussen familie, vrouw en man. Soms voel je gewoon dat er een sfeer goed is. En dan hoef ik alleen, ook al zou er geen applaus komen, maar dan weet ik gewoon, weet je, het is goed.